Dag dames en heren, hallo jongens en meisjes. Normaal gesproken bent u, zijn jullie gewend om dit tijdstip te kijken naar De Baas in Huis, gevolgd door het spelprogramma Labyrinth. Die twee programma's die zijn er vanavond niet, maar wat we wel hebben is iets wat jullie jongens en meisjes zeker niet mogen missen. Kinderen voor Kinderen nummer 9. En wat de verdere varenavond betreft kan ik zeggen dat dat het vertrouwde beeld oplevert met consumenteninformatie, een politieserie, een comedy en Sonja Barend. En die is zelfs vandaag in twee programma's te zien. We zien haar namelijk zometeen als presentatrice van Kinderen voor Kinderen. In Zeggens A houdt het popconcert van Prince de gemoederen bezig binnen en buiten het huis van familie van der Ploeg. Om ongeveer 9:15 wederom Sonja Barend, maar nu met haar eigen programma vanuit Amsterdam. Cagney en Lacey zijn overtuigd van de schuld van een jonge rover, maar tijdens de rechtszitting neemt zijn moeder het voor hem op. Tot besluit van deze varenavond, aansluitend op het NOS-journaal, de consumentenman Frits Bom. Met deze keer onder andere aandacht voor de beveiliging op Schiphol. En van Sonja Barend hoort u nu alvast wie zij ontvangt in haar programma vanuit de Stopra in Amsterdam. Een transseksueel en de eerste professor ter wereld in de transseksuologie zijn vanavond onze gast. Ronald Brautigam heeft 2 handen en toch speelt hij in zijn eentje quatre mains. Zelf in een psychiatrische inrichting gaan zitten om er een boek over te schrijven, moet je daar een beetje gek voor zijn. Jantine van As deed het. En 4 glazen wijn per dag drinken is goed voor je hart en niet slecht voor je lever. Om 9:11 hoort u er meer over. Kinderen voor Kinderen, jongens en meisjes, dat kennen jullie allemaal wel. Misschien nog wel van onze uitzending van vorig jaar of het jaar daarvoor. En misschien ook wel van de school, want als er een playbackshow wordt georganiseerd, dan zit er altijd wel een Kinderen voor Kinderen nummer bij. We zijn nu toe aan een serie nieuwe liedjes. En ze zullen gepresenteerd worden door Sonja Barend, zoals ik al zei. En zij heeft als speciale gast Dolf Brouwers. En wat natuurlijk heel handig is, dat is als jullie thuis het tv-magazine hebben. Want de teksten van de uitzending die jullie zo meteen gaan zien, die staan er allemaal in. Ik wens jullie heel veel plezier met Kinderen voor Kinderen nummer 9.